Stel uzelf voor in exact 30 seconden. Goedendag, ik ben Yves Buyssen, ik ben 50 jaar, jurist van opleiding en woon samen met mijn echtgenote en mijn twee zonen in het mooie Brugge, waar ik ook gemeenteraadslid ben. Op 26 mei vindt u mij op de derde plaats op de Vlaams Belanglijst voor het Vlaams Parlement in de provincie West-Vlaanderen. Als de kiezer mij de kans geeft, dan zet ik mij graag nadien in op de domeinen werk en welzijn. Waarom stapt u in de politieke strijd? Wel, in feite is dit niet mijn eerste stap in de politieke strijd. Die eerste stap heb ik in feite al meer dan 30 jaar geleden al gezet. Ik kom niet uit een typisch Vlaams nationaal nest, zoals men dat dan noemt. Maar toch was ik van jongs af aan al zeer geïnteresseerd in de Vlaamse zaak. En dan kom ik op een middelbare school terecht. En wie woont daar op nog geen 100 meter vandaan? Een zekere Frank van Hekken. Toen nog een illuster onbekende Bruggeling. Maar ik ben nogal vlug met hem in contact gekomen. En toen is alles in feite heel vlug gegaan. Ben ik in de partij Politieke Jongerenwerking gerold. Dat was toen nog Vlaams Blok natuurlijk, met de Vlaams Blok Jongeren. Ik heb dat engagement dan kunnen verder zetten tijdens mijn studentenjaren in Gent. En in feite, relatief kort na het afstuderen, ben ik dan ook beroepshalve voor het Vlaams Blok gaan werken. Ik was jurist en ik ben toen op de Kamerfractie beginnen werken. Maar ik denk dat mijn schoonste periode, of mijn beste herinneringen, bewaar ik toch wel aan de periode dat ik persoonlijk medewerker was van partijvoorzitter Frank van Henke toen. We hebben toen jarenlang heel Vlaanderen afgereden, van het ene evenement naar interview, naar manifestatie, naar partij, etentjes, veel vergaderen, veel lange dagen, maar echt prachtige herinneringen aan overgehouden. En dan ben ik nadien ook nog zelf in het parlement terecht te komen. Ik ben senator geweest en ik ben dat gebleven tot aan de hervorming van de Senaat in 2014. Maar dus vandaag, vandaag ben ik kandidaat omdat ik mij in feite ernstig zorgen maak over hetgeen allemaal op ons, op de maatschappij afkomt en zeker ook op onze volgende generaties. Zeker als vader maak ik mij veel zorgen. Ik stel toch vast dat er mede te gevolgen, maar niet alleen daardoor, maar de gevolgen van het open grenzenbeleid, er toch ons sociaal systeem in gevaar gebracht wordt, dat de opgebouwde welvaart, dat men niet weet of dat we dat kunnen in de hand houden. Dus ook de onveiligheid, de leefbaarheid van onze steden. Ik denk redenen genoeg waarom er een zeker sterk Vlaams Belang nodig is die volgens mij het tij kan doen keren. Welke quote heeft u gekozen? Ja, geen Latijnse quote of lange volzinnen, maar heel kort. Spreken waar anderen zwijgen. Ik weet niet of dat daar een bepaalde auteur van is, maar het symboliseert wel, denk ik, in feite het DNA van onze partij. Dat wij de zaken willen bij hun naam noemen, dat we alles willen benoemen zoals ze zijn, dat we niks verbloemen, dat we niet willen hebben dat de cijfers achtergehouden worden of geminimaliseerd worden. Het is ook een aanklacht tegen het politiek correcte denken, waar een aantal zaken niet mochten besproken worden. En we stellen nu vast vandaag dat het juist omwille van die mentaliteit is, dat we nu met grote problemen zitten die moeilijk, maar niet onmogelijk zijn om aan te pakken. Wie zijn uw politieke voorbeelden? Ik ben misschien door de leeftijd al, ik ben geen verafgoderij van bepaalde mensen, nog binnen of buiten de partij. Natuurlijk kan ik zeker niet heen rond mijn partijvoorzitter, Tom van Grieken. Ik was erbij toen hij in 2014 een partijtje kreeg dat hij iets mee moest doen. Dat iedereen zag van, wat doet jij nu? Daar kun je niks meer van terechtbrengen. En ziet waar we nu, zoveel jaar later, slechts al staan. Dus alle respect voor het werk dat hij en de mensen rond hem hebben kunnen verwezenlijken. Maar ik zoek mijn voorbeeld in feite niet binnen de partij, zelfs niet binnen Vlaanderen, maar in het buitenland. En dan dacht ik aan Matteo Salvini. Matteo Salvini is niet alleen het boegbeeld van de Europese samenwerking die er is tussen onze Vlaams Belangpartij, maar ook met mevrouw Le Pen, met Strache van Oostenrijk en Geert Wilders in Nederland.
maar is vooral voor mij het boegbeeld van het beleid van de nieuwe Italiaanse regering. Het boegbeeld van een beleid vooral op vlak van vreemdelingen, dat veel strenger is, niettegenstaande de beperkingen die er zouden zijn op Europees vlak, maar die er toch in slaagt om een sterk beleid neer te zetten. Waarom is dat een voorbeeld? Eén, voor onze partij is het een voorbeeld omdat hij aantoont dat het, als je lang genoeg werkt, dat je op bepaalde momenten toch bestuursverantwoordelijkheid kunt krijgen. Dat vinden wij heel belangrijk, dat er een dag komt dat wij dat ook zelf kunnen doen in Vlaanderen. Maar anderzijds is het ook zo dat hij een voorbeeld is voor de andere partijen in Vlaanderen, om aan te tonen dat het blijkbaar toch niet onmogelijk is om samen te werken met een rechtsnationalistische partij die streng vreemdelingenbeleid voert. Wat zijn uw politieke interesses? Ja, ik heb heel wat interesse natuurlijk, maar ik denk dat ik me best beperk tot de zaken die tot de Vlaamse bevoegdheden behoren. Het zal weinig zin hebben om over de federale zaken te spreken. Maar twee commissies waar ik denk, of twee domeinen waar ik denk iets te kunnen doen, zijn de commissies werk en welzijn. Welzijn, omdat ik toch veel signalen krijg vanuit het veld, zoals het heet, dat er toch nog wel wat te doen is. Met bijvoorbeeld de financiering van personen met een handicap, de situatie in onze woonzorgcentra, preventie in het algemeen, jeugdzorg. Dus ik denk wel dat dat zaken zijn die mij zeker interesseren en waar ik mij toch graag zou proberen in te verdiepen. Anderzijds de commissie werk. Waarom? Ik ben ook lange tijd actief geweest op een personeelsdienst. En ik heb toen toch wat achtergrondkennis kunnen opbouwen. Maar ik heb toen vooral ook gemerkt, toen het wat minder ging, dat het nog steeds zeer moeilijk is voor 50-plussers en zelfs voor mensen jonger dan 50, om ondanks het feit dat ze bakken ervaring kunnen aanbieden, dat ze niet of moeilijk aan een serieuze job geraken. Als er iets is waar ik me graag mijn Latijn zou insteken de volgende 5 jaar, en als de kiezer mij natuurlijk daar de kans toe geeft, dan zou het wel dat zijn, de kansen op de arbeidsmarkt voor 50-plussers. Wat kan er anders en beter in de politiek? Ja, wel iets waar ik mij in feite al jarenlang aan erger, is de manier waarop voorstellen van het Vlaams Belang behandeld worden. Niet altijd, maar toch doorgaans. Mijn overtuiging is dat als iemand van welke partij die ook is, een concreet voorstel doet, voorstel van decreet of een wetsvoorstel, dat voorstel moet bekeken worden op basis van zijn inhoud, op basis van de maatregelen die erin voorzien worden, op basis van de verdiensten en niet op basis van de achtergrond van de indiener. Dat gebeurt nog al te veel, dat als er voorstellen gedaan worden door Vlaams Belangers, dat die gewoon niet mogen behandeld worden, of als ze niet mogen goedgekeurd worden, zeker dan niet door mensen van de meerderheid, omdat dat een verkeerd signaal zou zijn. Ik denk als de nieuwe generatie Vlaams parlementsleden daar werk zouden kunnen van maken, en het gaat niet alleen over ons, maar van gelijk welke partij, van gelijk welk Vlaams parlementslid, als die een voorstel doet, bekijk de grond van de zaak en niet de persoon. Welk voorwerp heeft u meegebracht? Ja, het zal u misschien verbazen, maar ik heb een mestkever meegebracht vandaag. Even tonen. Dus u ziet hier een mestkever. En wat is die aan het doen? Die heeft een bolletje olifantenmest vast. En is dat aan het prepareren, omdat hij daar nadien zal proberen een eitje in te leggen. Dat is in feite hetgeen wat de mestkever hier aan het doen is. Maar u vraagt zich af, waarom heeft u dat vandaag meegebracht? We hebben van Karel Dillen, onze stichter van het Vlaams Blok destijds, altijd geleerd van elk scheldwoord dat men gebruikt tegen jullie of tegen ons, je moet dat als een soort van eretitel beschouwen. Je moet dat zien als een soort van geuzennaam. En ik kan u zeggen, in de loop der tijden we hebben we nog wat eretitels kunnen verzamelen. Dat weet u ongetwijfeld. Maar de meest degoutante dat ik ooit heb gehoord, was toen op dat moment de leider van de Vlaamse liberalen, Karel de Gucht, de Vlaams blokkers omschreef als mestkevers. En dat vond dat zo, als mandataris van een partij moet je daar tegen kunnen. Mij persoonlijk doet dat niks. Maar wat ik enorm ergerlijk vind, is dat hij daarmee ook onze leden, onze sympathisanten, onze militanten in feite viseerde. En zeker die militanten, dat zijn hele brave vaders, moeders, die in feite de vrije tijd die ze hebben, en soms ook hun eigen financiële middelen gebruiken, om te werken voor hun overtuiging, voor hun partij.
Hey, dus en die krijgen dan plots het verwijt, of worden dan vergeleken met de feiten dergelijke kevers. Ik vind dat er zwaar over is. En ik heb de feiten meegebracht vandaag, vooral omdat ik toch wel van de gelegenheid gebruik maak om een keer te zeggen dat al de mensen die hier binnenkort de eed zullen afleggen in het Vlaams parlement, dat zij dat hoogstwaarschijnlijk niet zouden kunnen doen zonder de steun dat ze al die jaren hebben gehad in de partij van hun militanten. Hey, nog een keer, ik vind dat die mensen een soort van eresaluut moeten krijgen, dankbaarheid, respect. En ik dacht van, daarvoor ga ik vandaag die meskever meenemen.